Dit is Gelderland Helpt. We beginnen met de breiborst. Dat is een prothese voor vrouwen die bijvoorbeeld getroffen zijn door borstkanker en een borstamputatie hebben ondergaan. Annemieke Nederlof uit Garderen is een van de breisters die zich hiervoor inzet. Kan ik zo hem laten zien? Nou, ik moet er zo uitgaan. Hier heb ik er eentje van vorig jaar. En nu kom ik nog nieuwe ophalen. Dus dat is ook wel weer leuk. Dit is een hele prothese voor als mensen de hele borst kwijt zijn. We maken ook een schaalmodel. Dat is eigenlijk net een schaaltje, een cupje, die om de resterende borst heen valt. Waardoor die weer even groot is als de andere borst. En we maken een kleine deelprothese voor als aan de zijkant of de onderkant van de borst een deel verwijderd is. Ik heb een borstoperatie gehad in 2000. Is de linkerborst afgezet. In 2005 de rechterborst. En toen ben ik dan siliconen protheses gaan dragen. Vorig jaar heb ik dus dan voor het eerst die breiprotheses aangevraagd. En daar heb ik alleen heel erg schrik van. En breiborst klinkt ook veel handiger. Breiborst is een vrijwilligersnetwerk. En wij maken katoenen borstprotheses. Die breien we van biologische katoen. En dat doen we voor vrouwen die borstkanker hebben of hebben gehad. En voor vrouwen die weinig of geen borstontwikkeling hebben. Nou, de protheses maken we in allerlei maten. Mensen kunnen de kleur kiezen. En we maken ze op BH-maat. Dus dat is de omvang en de cupmaat. Het is eigenlijk iets heel kleins wat je kan doen voor mensen. Waar ze heel veel baat en gemak van kunnen hebben. En dat vond ik eigenlijk zo mooi dat ik daaraan mee wilde werken. En nou ja, breien kan ik wel. En naaien ook wel. Dus ik dacht, dat vind ik iets heel moois. Ja, het zit zo lekker, ook met warm weer. Ik ben er heel erg blij mee, zolang ik het gebruik al. Ja, ik heb het tasje meegekregen. Nou, dit zijn de nieuwste kleurtjes, of nieuwe kleurtjes, maar ik heb echt nu twee. Ze lijken erg groot voor mij nu ook, maar daar zit de vulling te veel erin. Ja. Kijk, en dan haal je zo je vele vulling kan je eruit halen. Want dan kun je ze weer vormen van wat zit voor jou het goed. Het is heel groot nu. Ja, kijk, dan heb ik wel grotere borsten. Ja, dat is mooi. Hij vult meer, hè, dit. Ja, op de radio hebben wij gevraagd of er dames zijn die ons willen helpen met breien. Nou, daar hebben we heel veel reacties al op gehad. Zelfs zoveel dat we niet alle breisters gelijk aan het werk kunnen zetten. Naaisters zoeken we nog wel. We zoeken ook mensen die voor ons op een braderie of een marktje willen staan. De kraambemannen. En zo zijn er nog allerlei hand- en spandiensten. Dus we kunnen nog genoeg mensen gebruiken. Mijn favoriete borsten. Dat zijn toch eigenlijk wel de regenboogborsten. Gewoon omdat het de regenboog een teken van hoop is. Dus hoopvolle borsten, dat mensen weer een gezond en lang leven mogen hebben. Wil je zelf gratis gebreide borsten ontvangen of wil je ze breien? Gelderlandhelpt.nl Het Openbaar Vervoer en Speelgoedmuseum in Doetinchem en het Brandweermuseum in Borculo. Twee mooie, bijzondere en grote musea in de Achterhoek deden de afgelopen periode een oproep in Gelderland Helpt voor meer vrijwilligers. Het leverde beide musea niet alleen een vrijwilliger op, maar ook meer naamsbekendheid en dus meer bezoekers. En het Ronald McDonald Huis in Arnhem heeft voorlopig genoeg vrijwilligers voor door de week. In het huis kunnen gezinnen met een ziek of gehandicapt kind vakantie vieren. Na onze uitzending kwamen er wel 30 mensen op de informatieavond voor vrijwilligers. En de helft van de mensen heeft inmiddels een dienst meegedraaid. Dat is super natuurlijk. Maar zowel bij het Ronald McDonald Huis als bij die musea is alle hulp nog welkom. Kijk voor deze en andere vrijwilligersvacatures op GelderlandHelpt.nl. Bedankt voor het kijken.